Stel, je krijgt te horen dat je doodgaat, maar je leeft langer dan de artsen voorspeld hebben. Dan zit je in de dubbele punt bonustijd. Hoe ga je met die bonustijd om? En is die bonustijd nou een vloek of een zegen? Vandaag spreek ik met Jip uit de vorige serie en Maaike uit het huidige seizoen. En met beiden gaat het gelukkig erg goed. En later schuift hier ook Erik aan, dat is de partner van Eveline. En Eveline was te zien in de 6e serie van Over Mijn Lijk. En zij is overleden in 2016. Dat dus later, maar eerst Jip en Maaike tegenover mij. Vind ik ontzettend gezellig. Ja, leuk. Ik hoop jullie ook. Ja, fijn. even beginnen bij het begin. Hoe gaat het met jullie? Hoe is de stand van zaken, Maaike? Ja, goed. Nog steeds? Ja, nog steeds. Valt weinig op af te dingen, geloof ik, hè? Nee, gewoon lekker stabiel. Lekker stabiel. Ja. Ja, er is wat, hè? Ik denk er soms over na. En dan, we zijn natuurlijk begonnen met het programma. En dan gaat het op papier niet goed. En dan moeilijk. En dan zo richting het einde van de serie blijkt gewoon, ja. Steeds beter en beter. Ja. Ik moet heel lang in dit programma blijven. Ja, de komende 3 seizoenen doen we met jou. Ja. Alleen maar stijgende lijn. Alleen maar stijgende lijn. Hoe leuk kan het eigenlijk worden in die bonustijd? Ja. Nee, ja. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar stabiel, dat is fijn te horen. Ja. Ja. Voel je goed? Heel goed. Ja. Mentaal? Ja. Ik ben wel een beetje ziek geweest natuurlijk, maar... Dat was gewone mensenziekte, toch? Ja, ik had... Ja, inderdaad. Dat hoort ook gewoon bij. Ja. 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 Maar hier ben je. Zo is het. Fijn. Yep. Ja, ik had een scan 17 januari en die was goed, dus stabiel. Ik heb ook niet het gevoel dat... ik heb voor mijn gevoel een beetje zoiets van, het is klaar. Ik ben nu 10 jaar lang patiënt geweest en nu niet meer. Maar dat is niet zo op papier, I know. En, maar ik wil het gewoon afronden of zo. Ik zei tegen de dokter, ik wil je eigenlijk niet meer zien, zeg maar. Ik ben er klaar mee. Ja. Dus ja, het is, je noemt het dan wel bonustijd, maar die naam gebruik ik eigenlijk ook niet, zeg maar. Wacht, we gaan het daarover hebben, Jip. Ja, we gaan gelijk goed van start. Ik wil eerst even een fragmentje van jullie laten horen. Dan kunnen we even beginnen bij het begin. En dan lees je dus dat er van de 100 mensen 19 nog leven na 5 jaar. Ja, dan denk je ook, hey, dit is echt wel fout boel. Ja. Maar het is nu niet aan de orde voor mijn gevoel. Nee. En dat is het lastige ook, want... Het middel wat ik krijg aan immuuntherapie en aan experimentele behandeling. De immuuntherapie bestaat sinds 2016. Ja. En de experimentele behandeling, dat is in studieverband. Dus ja, misschien gaat het wel goed. Ik hoop dat het goed gaat. Ja, ik hoop het ook voor jou. Ja. Ja. Ik voel me gewoon net als jou. Ik voel me gewoon best wel normaal. Ik heb niet het gevoel dat ik een hersentumor heb. Nee, het wijkt niet heel erg af van gemiddeld hoe je voelt, heb je het idee. Nee, en het is gewoon... kloot om het ziekenhuis in te gaan en trajecten in te gaan, terwijl je dat gewoon niet wilt. Het is niet van, ik heb een gebroken been en ik weet, als ik nu die operatie ga doen, dan kan ik daarna weer lopen, snap je? Ik weet nog steeds dat ik daarna nog steeds ziek ben. En dus ja, ik vind dat wel best wel shit. Ja. Die bonustijd. Ik denk dat het goed is om toch even helemaal naar het begin te gaan. Bijna de administratie. Voor als je niet meer helemaal op het netvlies hebt wat jullie diagnoses nou waren. En hoeveel tijd de arts je gaf. Jip, wat was de levensverwachting van de arts? Weet je dat gesprek nog? Nou, in 2013 zei hij 5 tot 15 jaar. Ja. Dat zeg maar merendeel. Toen in 2017 zeiden ze, ja, het lijkt erop dat het agressiever is. Dus dan is het nog 2 jaar. Ondertussen zeggen ze, ja, we weten het eigenlijk toch niet. Want hij gedraagt zich nu weer anders dan in 2017. Dus it's like one big question. Ja. Dan weet je ook niet meer wat nou bonustijd is en wat niet. Ik versta ook een beetje van, dat voelt ook wel machteloos als je niet precies weet waar dat nou door komt. Nee, klopt. Dat weet ik ook niet. En in 2013, toen ik het hoorde, toen voelde het alsof ik binnen 3 maanden dood zou gaan. Dat heeft best wel lang geduurd voordat ik zeg maar kon dat loslaten. Zeg maar het idee van, als ze zeggen, ja, je gaat waarschijnlijk hieraan dood. En het kan ook morgen zijn, maar het kan ook nog maximaal 15 jaar duren. Voor mij creëerde dat gewoon een gevoel van, oké, ik ga zo snel mogelijk dood. En dat wilde ik ook dan maar liever meteen. Oh ja? Dan was ik er gewoon vanaf. Ik kom zo bij jou, Maaike. Maar vertel eens even, Jip, hoe zo snel mogelijk?
Oh, nou ja, toen dacht ik voor... Ik was 20, hè? Dus ik dacht van, ja, sorry, maar dan laat maar zitten. Ik bedoel, hoe moet ik nu gaan leven met het idee dat ik elk moment dood kan gaan? Ik was echt heel boos. Dus toen, ik heb toen echt... Ik geloofde niet in God. En ik was echt... Maar ik heb toen echt tot alle goden gebeden van... Alsjeblieft, kom me dan nu maar meteen halen. Oh. Ik wil niet, zeg maar, daarop gaan zitten wachten. Dat vind ik echt niet te doen. Waar kijk je dan zo tegenop? Nou ja, ik voel me gewoon totaal alienated. Of zeg maar, totaal vervreemd van het leven. Van mijn vrienden, van mijn familie. Van eigenlijk iedereen die voor mijn gevoel bij de levende wereld hoorde. En ik voelde me opeens onderdeel van de dode wereld of zo. Of in ieder geval daartussenin hangende. Ja. En dus zag ik ook echt, het is nul purpose anymore. Of nul soort van, echt van, what the fuck is dit, dat. En ik wist gewoon niet meer hoe ik daarin zou moeten passen. Dus ik dacht van, ja, dan laat me zitten. Maar ja, dat gebeurde niet. Ik ging niet dood. Nee. dus ja, toen op een gegeven moment, toen heb ik toch maar... De coin omgedraaid, zeg maar. Ik heb het idee dat het bij jou helemaal andersom is gegaan. Ik wilde er helemaal niet aan, dus ik ben gewoon doorgegaan, inderdaad. Ik wilde helemaal niet nadenken over dat het misschien wel... eigenlijk geloofde ik gewoon de boodschap misschien niet helemaal. En wat was de boodschap? Ik kon het me haast niet voorstellen. Nou ja, kijk, ik heb geen jaren gekregen of iets dergelijks van... Nou, je hebt nog zoveel of zo lang... maar ik kon wel zien aan naar aanleiding van de statistieken dat het inderdaad niet goed ging, wat je net ook in het filmpje hoorde. Maar ze hebben mij nooit verteld van nou, je hebt nog zo kort of zo lang. Maar ik kon daar gewoon niet, ik kon het gewoon niet geloven. Dus ik heb gewoon mijn kop in het zand gestoken. En dat, ik weet niet, misschien zit ik daar nog steeds of niet, maar ik hanteer nog een beetje dezelfde tactiek. Ja, en welk jaar kreeg jij die diagnose? In 2014 had ik mijn eerste melanoom. En in januari 2021 stadium 4 met palliatieve behandeling. Daar moeten we even bij zeggen. Aanvankelijk ging het met die eerste melanoom goed. Ja, en in 2019 kreeg ik toen uitzaaiing in mijn heup. Ja. En in 2021 in mijn longen. Ja. Ja. En vanaf daar ging het, is het verhaal dan... Ja, moeten we het leven zo lang mogelijk proberen te verlengen. Ja, ja precies. En 1 op de 5 mensen, die redt de 5 jaar dan dus niet. Toch? Ja. Ongeveer? Ja. Ja, 19. En, het was eigenlijk het was of 1 op de 5, nee, andersom. Het is 1 op de 5 mensen redt het wel. Ja. En die 4 op de 5, die redt het niet. Ja. En bij jou ziet het er nu goed uit. Ja, het ziet er heel goed uit. Ja. Ja. Dus eigenlijk bij de laatste scans ook weer ben ik helemaal stabiel. Maar op een punt dat je gewoon eigenlijk haast niks meer ziet. Zie je nog wel een plekje in de rechter long. Maar die bleken de scan daarvoor ook al te zitten. Dus dat is dan nog steeds stabiel gebleven. En dat is eigenlijk de status. Dus dat is heel goed. Ja. Hoe richten jullie je leven nu dan in? Want je bent dus gezond. Zo voel je in ieder geval. Maar er zit ook ergens kanker in je. En die is dan rustig. Maar dan weet je ook niet helemaal hoe dat dan gaat lopen. Zo'n arts die heeft een keer tegen je geschreeuwd in je leven. Nou, daar ga je. Dan denk je, dat was wel een hele lieve arts. Ja, oké. Die heeft heel vriendelijk, maar toch dwingend gezegd van... joh, het is niet goed. Ja. Hoe richt je je leven nu dan in? Hoe doen jullie dat? Want jij doet wel kop in het zand, Maaike. Maar hoe uit dat zich praktisch dan? En Jip, hoe doe jij dat dan? Nou, ik vind het wel een identiteitscrisis, als ik het mag zeggen. Ja? Omdat het gewoon, zeg maar, je moet je de hele tijd aanpassen. Dus je hebt gewoon geen controle. Dus in het begin zo van, oké, ik dacht echt, ik ga binnen nu en 3 maanden dood. Dus ik stond op een soort van constante paniekaanvalmodus. Daardoor werd ik depressief. Daar ben ik dan uitgekomen. Toen ging ik juist een soort van one night stand leven leiden. Dus zeg maar gewoon alles doen waar ik zin in had zonder over morgen na te denken. Seks, drugs, alcohol. Ja, dus dat was heel vrij en heel erg superleuk. Maar na een tijd... En toen kreeg ik een kind daardoor dus. Ja. En je hebt nog een keer een beetje nog veel gereisd ook natuurlijk. Ja, dat was ook onderdeel daarvan. Want ik had echt nul plan en nul... Maar dus, en toen heb ik een kind gekregen en een man en iets soort van misschien normaler leven. En toen, nu zit ik ook ergens zo van, eigenlijk dat ik 30 werd en dat ik 10 jaar lang nu soort van al leef, maakte me opeens beseffen van, wow, ik leef 10 jaar lang met het idee, oké, ik ga elk moment dood.
Maar dan ben ik klaar mee, zeg maar. Ik wil dat niet meer. Omdat daardoor ga je zoveel in het moment leven. Je durft gewoon niet naar de toekomst te kijken. En dat is ook een rem of zo voor mij. Op de ontwikkeling van mezelf. Vertel eens. Je te veel in het moment. Je doet niks voor de toekomst. Bijvoorbeeld, ik ben niet echt in mezelf gaan investeren. Het is heel erg in dingen van buiten, ervaringen opdoen. Maar niet echt dingen opbouwen of maken of verdieping in je leven brengen. Het is meer vluchtig, een meer vluchtiger bestaan, denk ik. Ik kreeg aanbiedingen om lange termijn projecten te doen. En er zit gewoon een angst in mij om dat gewoon niet aan te gaan. Omdat ik dat gewoon niet durf, omdat ik niet in de toekomst kan kijken of durf te kijken. En durf je dat inmiddels dan? Nou ja, ik vind dat ik nu op een punt ben dat ik daar gewoon mee moet kappen. Het is gewoon, het werkt niet meer voor me, snap je? Dus wat door het programma Over Mijn Lijk heel erg denk ik naar voren komt van in een moment leven. Maar daar zit ook een limiet aan, snap je? Dus en dat bedoel ik met mijn identiteit. Het voelt alsof wie ik ben, dat moet ik constant aanpassen aan hoe dat ziek zijn of die epilepsie of ziekenhuisbehandelingen je constant weer beïnvloeden met hoe je in het leven staat. Ja. Dus het is niet echt één antwoord voor mij. Het is heel erg. En dat was wat ik herken, wat ik net bedoelde. Want dat je zei, ik ben er gewoon klaar mee. Want dat heb ik ook. Je bent op een gegeven moment gewoon een beetje kankermoe. Ja. Je wil gewoon, eigenlijk wil je heel graag gewoon door. Maar je kunt niet. Je hebt altijd dit stukje wat je houdt. Hè? Die controles en die dingen, die hou je de hele tijd. Maar eigenlijk wil je gewoon dat allemaal loslaten. Ja. En gewoon. Lukt dat? Nou ja, dat lukt totdat je weer scans hebt, tenminste voorbij, tot ik weer controles heb. En ik heb inderdaad niet iets voor de lange termijn waarvan ik inderdaad denk van, nou, dat ga ik nu oppakken of zo. Maar ik heb dat ook, de behoefte nu niet zo. Maar wel dat ik dan gewoon lekker op mijn werk mijn ding doe, weet je wel. Dat ik denk, nou, ik doe lekker mee weer of zo, weet je. Ik doe gewoon weer lekker mee. Ik ben weer onderdeel van de maatschappij en dat vind ik zelf heel fijn. Dat je je weer nuttig voelt en dat je er weer bij hoort of zo. Dat je bij de mensen hoort inderdaad, bij de levenden. Ja, maar ik denk dat dus misschien ook heel erg persoonlijk is. Want ik heb heel lang een heel erg afzetterij gehad tegen die levende mensenwereld. Want ik dacht, jullie snappen er allemaal niks van. Alles wat jullie doen vind ik stom en onzin. Ja, dat zo herinner ik mij dat ook, ja. Ja, het systeem, fuck het systeem. Ja, en alles is zinloos en jullie snappen er niks van. En dus ik had al juist heel erg, ik wilde daar heel lang niet aan meedoen. En dat heb ik nou natuurlijk nog steeds wel. Maar ergens voel ik me ook super only the lonely op een eiland. En toch, ik weet niet, dat merk ik dus nu, dat het toch ook niet helemaal werkt of zo. Of ik kan er ook niet voldoende satisfaction, voldoening uithalen. Er is natuurlijk een fase geweest waarin ik jou heb leren kennen, dat je zei van ja, die maatschappij, dat zal wel. Ik wil een busje, zo hebben we het bij Over Mijn Lijk ook laten zien. Ik wil een busje door Europa rijden en een dikke vinger voor wat jullie allemaal hier aan het doen zijn. Maar begrijp ik nou, en dat hebben we nog niet helemaal besproken, begrijp ik nou dat je daar een beetje van terugkomt? Dat je denkt, ik wil eigenlijk wel een beetje, ik wil meer mee gaan draaien, het normale mensenleven gaan leiden. Nou ja, wat is normaal? Ja, ik bedoel, dat is heel erg hele vage term. Ja, en iedereen die denkt dat die dan normaal is, is meestal het minst normale. Maar misschien meer dat ik heb mijn lessen daaruit geleerd, uit dat leven. Dus dat is verzadigd dan? Verzadigd. En dus, om misschien meer verdieping te krijgen, moet ik misschien meer meedoen aan het normale. Ook al dat is niet mijn comfortzone. Beetje in de pas gaan lopen. Dat verbaast mij ook. Dat vind ik juist heel eng en vreemd en raar. En ik voel me dan ook echt ongemakkelijk. En dat vind ik best wel spannend. Dus, ga je dat doen? Nou ja, ik ga mijn best doen. En andersom, Maaike, heb jij niet zoiets van ik stap in een busje? Jawel. En ik beperk hem. Ja, maar dan wel met mijn. Maar dat heb jij natuurlijk ook gedaan met je familie. Ja, met je familie. Met je gezin. En want dat, maar dan wel, ja zeker. Weet je wat ik ook zat te denken? Er heeft dus ooit een arts tegen jullie gezegd. Ik chargeer even, ik zeg het even plat. Je gaat dood. Toch? Ja. Je hebt niet zo lang meer. Nou, het blijkt nu dat je toch nog wat in het vat hebt zitten. Jij bent er ook nog steeds, Jip. Zijn we 10, 11 jaar verder. Bij jou zijn we inmiddels vanaf 2014 ook al 10 jaar verder. En vanaf 2021 zijn we ook al 3 jaar verder. Jullie zijn er nog.
Als iemand dat tegen mij zou zeggen, daar denk ik wel eens aan. Zo'n arts die dan bloedserieus zegt, nou, je hebt niet zo lang meer. Dat lijkt me ook bijna een soort traumatische ervaring. Dat je door zoveel emotie wordt getrokken. Dat je kinderen moet vertellen, met je partner over hebben. Dat alles ondersteboven getrokken wordt. Ja, ik sloeg gewoon helemaal dicht. Ik deed helemaal niet... ik heb helemaal... Want wat je ook aangeeft, jij werd heel boos. Ik helemaal niet. Ik helemaal... ik ging puzzelen en ik was gewoon... helemaal... Ik heb echt mijn kop in het zand gestoken. Ik wilde gewoon die boodschap niet horen. Ik wilde gewoon echt niet. Nee. En als iemand over begonnen, wilde ik niet. Punt. Maar heb jij daar niet aan dat moment zelf een heel slecht gevoel over gehad? Of iets wat je tekent misschien voor de rest van je leven? Ja, ik heb heel veel van dat soort momenten van uitslagen, van scans en van biopte uitslagen daarvan. Ja. Dat zijn allemaal verschillende momenten, maar die haal ik nu ook zo weer naar voren. Een moment dat wij samen in het Amsterdamse bos wandelden na een slechte uitslag of weet je wel, dat soort dingen. Ik heb heel veel gehuild ook, want dat wil je niet. En je wilt je kinderen gewoon niet achterlaten en je man niet achterlaten, want je weet dat je ze ontzettend veel verdriet doet. Maar dan wilde ik ook, dan gingen we naar huis en dan moet die knop ook komen. Want ik heb ook twee kinderen, hè? Kijk, met Hendrik kan ik dat allemaal bespreken. Ja. Maar ik kom thuis en ik wil niet huilend bij mijn kinderen zijn. Want ik wil gewoon een sterke moeder zijn ook. Dus dan gaat die knop om. Huilen sterke moeders niet? Jawel, ook. Ja, jawel. Maar ik wil ze geen verdriet doen. En als ik hun dus verdriet doe, dat is misschien het goede. Als ik verdriet heb en zij zien dat, dan doe ik hun ook verdriet. Ja. En dat wil ik gewoon niet. Ja. En dat hoort ook bij het leven. Dus dat mogen ze ook zien. Maar ik vind het zo erg als het om zo'n erg onderwerp gaat. Ik heb liever dat ze me zien huilen omdat ik bij wijze van mijn knie heb bezeerd. Ja. En dat ze dan denken van, oh ja, dit hoort ook bij het leven. En is zo'n uitslag, zo'n diagnose van zo'n arts, is dat dan iets... Kan je dat verwerken in de tussentijd, in je bonustijd? De term die jullie liever niet gebruiken. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of het echt verwerken is. Ja, ik weet mijn moment wel nog echt heel goed. En ik ging er totaal anders dan jij mee om. Ja, ik weet, het was echt zo'n in een filmsetting in zo'n donker kamertje. Volgens mij was er niet eens een raam. En dat was zo'n TL-buis die zo aan het knipperen was. En ik weet nog heel goed dat hij het zei. Want ik dacht, ik ben genezen na die operatie. Ja. Dus toen hij opeens zei van ja, het is kwaadaardig en je gaat hier aan dood. Ja, mijn hart stond gewoon stil volgens mij. En ik wilde ook meteen weten, ja, hoezo en wat dan en hoe lang dan. En ik wilde juist meteen heel veel weten. Een soort van controle, drang of zo, denk ik. En mijn ouders waren juist heel stil. Mijn moeder zat te huilen, mijn vader die was gewoon... en ik ging juist allemaal vragen stellen. En ik denk eerlijk gezegd wel dat die dat moment wel... traumatisch is, dat realiseer ik me soms nu pas, omdat dat soort van dat snijdt gewoon een reep in je hart of zo, die gewoon niet meer te herstellen is. Soms denk ik ook wel van, had die dat wel moeten zeggen? Of had ik wel moeten vragen na die jaren? Nou ja, dan was ik het waarschijnlijk toch wel gaan googelen, maar hoe moet ik het zeggen? De traumatische reactie is weg. Maar echt verwerken, helaas, heb ik niet echt het gevoel dat het kan of zo. Nee. Dat het gewoon een soort van mark is. Ja. On your soul. Oh ja, ja. Ja. Zo'n, ja. En die brandt af en toe. Een eikpunt, ja. Ja. Voel je dat ook zo? Ja, ik denk het wel. Ik weet ook inderdaad niet of je dit kan verwerken. Ik denk dat het gewoon onderdeel is van of zo. Ja. Ik wil een beetje naar voren kijken met jullie. Jullie hebben er allebei iets over gezegd in de aflevering. Zullen we daar heel even naar luisteren? Dus als we naar voren kijken, zeg ik tegen jou... over een maand ben je er nog? Ja, zeker. Over een jaar ben je er nog? Ja, zeker. 5? Jawel. Dat durf je te denken? Nee, ja, ik ga er gewoon vanuit. Ja. Ik ga ervan uit dat ik oud word. Ja. Dus 10, 20? Ja, ja. Ik wil niet eens over iets anders nadenken. Nee. Tot het tegendeel bewezen is. Ja. Ja. En zo sta ik er telkens in. Elke keer... heb je een slag terug, maar dan kun je ook wel weer vooruit. Ja. Weet je, wat mij is overkomen, kan iedereen overkomen. En ik hoop niet, maar er kunnen ook andere dingen overkomen. En het leven is echt gewoon een cadeau, zeg maar. Het is echt een cadeau voor iedereen. En heel veel dingen waar je je rot door voelt, zijn eigenlijk allemaal niet echt iets waar je rot voor hoeft te voelen. Het is gewoon, dat is echt waar. Het zit allemaal alleen maar in je hoofd, dat je het er oordeel aan geeft dat het echt God is. Zolang je niet echt aan dood gaat, is er eigenlijk niks aan de hand. Snap je? Jij kan het weten. Ja, dus better fucking enjoy it.
better fucking enjoy it. Lukt dat? Nou, ik moet wel even op terugkomen. Ik ben ook maar een mens. Dus toch. Ja. Nee, ik moet wel zeggen, het is heel raar. Maar ik denk wel, als je door een chemo of bestraling gaat... Ik moet het over mezelf hebben, want ik weet niet hoe het bij andere mensen is. Maar het haalt het beste uit je naar boven. Dus ik voel me op die momenten echt het krachtigst. Het meest nothing can beat me. Zeg maar, zo voel ik me. Nou is het niet zo dat als er iets gebeurt in mijn leven, dat ik daar niet... dat ik daar niet emoties door kan voelen, snap je? Ja. Aan de andere kant denk ik wel dat ik wel door wat ik heb meegemaakt kan doorgaan of zo. Dat ik wel weet wat er belangrijker is, snap je? Dat ik er iets boven kan stellen. Ja. En lukt dat ook nog steeds? Ja, ik denk het dan wel. Dan moet je dat ook nu al een decennium wel. Doen. Dan moet je altijd, oh, er gebeurt iets kuts in mijn leven. Je stoot je knie. Maar is ook weer niet zo erg, want je kan... Je kan ook nog steeds doodgaan. Ja, je kan ook doodgaan. Nou ja, en anders herinnert Max me daaraan. Dan denk ik, dat kan ik niet tegen als hij dat rolletje gaat spelen. Want dan hij heeft geen recht om dat te zeggen, vind ik. Maar dan doet hij dat volgens mij omdat ik dat altijd zeg. Alsof hij mij wil herinneren aan mijn eigen... wat ik zelf zeg. Dus... lukt het? Nee, het lukt niet altijd. Maar het bestaat wel ergens in je. Dus je kan er altijd wel weer naartoe. Ja. Dat is het, denk ik. Dit programma maken brengt natuurlijk mee dat je... ik ben zelf ook een beetje anders naar het leven gaan kijken, natuurlijk. Dat is logisch. Als je van dichtbij, denk ik, dit soort dingen meemaakt. Maar ik hoor dus vaak inderdaad de better fucking enjoy it voorbij komen. Ik vind dat zelfs al moeilijk. Gewoon, ik ben niet ziek. En dan denk ik, ja, kut. Moet ik heel de tijd live enjoyen. Maar ik weet niet of je altijd wel aan kan staan op die... Zo. Ja. Ik denk dat ook niet zo kan. Lukt het jou wel? Nee. En we hadden het natuurlijk in de laatste keer... hebben we het ook over gehad. Ik kom gewoon weer in een soort van sleur terecht. Ja. En dat is ook goed, weet je wel. Want dan gaat alles weer gewoon zoals het was. En dan voelt het eigenlijk ook wel weer heel vertrouwd of zo. Dat het gewoon weer mag gaan zoals het was. Als je nou kon kiezen, zou je dan willen weten hoeveel tijd je nog hebt? Zodat je daar een beetje naar voren kijkend... Nee? Nee, ik zou het doodeng vinden om te weten hoeveel tijd ik nog heb. Ja, nee. Het is wel duidelijk. Ja. Ja, zeker weten nee. Maar dan kan je het niet meer ontkennen. Ja, misschien is dat het ook wel, ja. 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 Nee, ik zou het echt niet willen weten. Jij wel? Nee, het zou denk ik heel verlammend zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik zou het echt doodeng vinden om dat te weten. Zou jij dat willen weten zelf? Hoe lang ik nog heb? Ja. Ja, je vraagt het ons ook. Ja, nee. Ja, ik heb daar... Ik heb... God, wat is het voordeel? Wat is het nadeel? Het voordeel is dat je makkelijk kan plannen. Dus inderdaad, alle dingen... Is het nog de moeite om een saai leven op te bouwen? Ja. Moet ik daar nog energie in steken? Of moet ik nou komende 3 jaar gaan bungee jumpen en reizen? Anderzijds is het natuurlijk ook wel... Het kan ook de andere kant op slaan. God, ik heb nog maar 3 jaar. Want waarom moet ik daar überhaupt nog aan iets beginnen natuurlijk? Ja. Jullie zeggen allebei nee. Ik zeg nee. Ik geloof ook dat wij als mensen een beetje control freaks zijn, zeg maar. Ik was dat ook, denk ik. Zeg maar, en ik heb het gevoel dat juist dit hebben, wat wij hebben, daar leer je door echt van totale controle te moeten loslaten. En voor mij is dat een heel gezond mechanisme. Volgens mij maakt je dat alleen maar gezonder, mentaal, zeg maar. Ja. Dus ik wil niet een control freak zijn en dus weten hoeveel en wat ik dan ga doen. En want dat is helemaal niet natuurlijk of zo. Zo voel ik het, hè? Is die bonustijd, dat is een beetje de hoofdvraag van deze uitzending, is dat nou een vloek of een zegen? Dus, en daar heb ik het echt over. Je krijgt een diagnose, arts zegt een paar jaar, die overleef je. En daarna zit je, vanaf daar weet het ook niet. Nou, ik zie het wel echt als een zegen. Ik zie het wel echt als iets positiefs. Ja, ik kan dat niet als iets... Nee, ja. Ik zie het wel echt positief. Ja. Ja, ik ook zeker. Ik wil nog steeds 100 worden. Ja. Dus geef mij nog maar heel veel bonustijd. Of hoe we het dan ook gaan noemen. En hebben jullie plannen voor in die bonustijd? Kijken jullie naar voren? Ik zei net dat plannen juist niet erbij hoort. Nee. Helemaal niks? Nou ja, niet... Ik
niet, heb niet echt concrete plannen zo van dit wil ik gaan doen of dat. Nee. Het is meer belangrijk dat ik ga doen wat mijn hart zegt dat ik moet doen, snap je? En daar ook naar luisteren en naar handelen, dat. Ik heb ook niet echt plannen, maar wel dat ik dan, als we zijn bijvoorbeeld in juni 15 jaar getrouwd. En wel dat we zeggen, oh, maar we gaan sowieso een feestje geven. Weet je wel, dat je dan wel op een andere manier daar dus naar kijkt. Normaal zou je dan denken, oh, zo'n 15 jaar getrouwd is niet echt. Misschien 12,5 jaar is bijzonder, maar dat was corona natuurlijk. Ja. Maar 15 is niet echt een speciaal jaar. Maar toch dat we zoiets hebben van, nee, we gaan er gewoon wel een feestje van maken. Ja. Weet je wel, we gaan het gewoon met elkaar, met z'n allen vieren. Dus niet echt op plannen, maar toch ook weer wel een beetje plannen, dat je dan denkt van, oh, maar sommige momenten wil je gewoon wel extra aanstippen of zo. Denken jullie dat je nog beter wordt? Nou, ik heb heel sterk het gevoel dat het bij mij nog wel weer oplaait, maar de kanker? Ja. Ja? Waarom zeg je dat? Ja, weet ik niet. Het is gewoon een gevoel. Kan ik helemaal niet met iets onderbouwen, maar dat gevoel heb ik altijd gehad. Ja. Maar ik weet niet in hoeverre. Kijk, er zijn steeds meer ontwikkelingen, hè, in de medische wereld. En dat houdt me gewoon daar hou ik me heel erg aan vast. Ja. En er zijn gewoon steeds weer nieuwe behandelingen en nieuwe dingen. En ja, dan kunnen we gewoon kijken, werkt dat dan? Daar zit jij middenin eigenlijk, toch? Ja, ja, dat is ook zo. Je bent een beetje een proefpersoon, toch? Ja, sowieso. Ja. Ik denk als je in een studie meedoet, dat je dan inderdaad eigenlijk gewoon een proefpersoon bent. Ja. Ja, dat bedoel ik niet. In die zin. Nee, ik voel me ook helemaal niet. Nee. Ik ben graag dit proefpersoon. Ja, ja. Ja. Jij, Jip? Ik denk dat ik gewoon niet echt besef dat ik dood ga of zo. Dat vind ik echt, daar kan ik gewoon niet bij komen. Rationeel niet, emotioneel. Zeg maar, ik bedoel, nu was pas Francis overleden dan. Ja. Van over mijn lijk, van ons seizoen. En dan choqueert me dat, terwijl ik zelf ook een hersentumor heb. Ja. Kijk, we gaan allemaal dood, maar ik heb niet het idee nu van, oh, ik ga dood of zo, nee. Maar misschien leven we daar ook te veel voor. Ja. Ik weet dat sommige mensen die echt de dood voelen naderen, dat die zich soms ook een soort, ja, hoe zeg ik dat, eerbiedig. Die zijn bezig met of ze een last zijn voor hun omgeving. Omdat het veel met zich meebrengt en de nabestaanden, god, dat wordt zwaar en zwaar. Hebben jullie dat wel eens? Dat je denkt, oh ja, die kanker beheerst toch. Ja. Niet alleen mijn leven, maar ook het leven van je kinderen. Het leven van de mensen naast je, partner, familie. Ja. Verdwijnt dat nog in die bonustijd? Of? Nee, het wordt alleen maar erger, denk ik. Ja? Ja, ik denk het wel. Helaas. Want je wil het niet, maar je bent gewoon ook voor hun een soort litteken op al die mensen om je heen die net zo goed die last mee moeten dragen van dat zwaard van Damocles, zeg maar. Ja. En voor mijn gevoel wordt het erger omdat het gewoon zo lang duurt. dus ze zijn ook moe of zo. Ja, dat klinkt heel zwaar en negatief, maar zo zie ik het wel. En soms heb ik het idee dat ik moet zeggen zelfs van, ja, maar hou dan mee op, want dat wil ik niet. Ik wil dat zelf niet voelen. Ik wil niet dat jullie dat voelen, maar ik snap ook dat ik dat niet kan zeggen, snap je? En dat ik dat niet kan beïnvloeden. En waar gaat het dan over? Ja, gewoon bij mijn ouders of bij mijn broers en zusjes. Ik heb gewoon echt een zusje die nu in traumatherapie zit, gewoon nog steeds vanwege mijn diagnose. Ja. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik bedoel, de pijn die je hen aandoet, vind ik eigenlijk misschien wel erger dan dat ik zelf ziek ben. Daar huil ik meer om dan om mezelf. En dat is niet iets wat gaandeweg nu weggaat. Nee, je schudt nee. Maaike? Nee, dat herken ik helemaal inderdaad. En ik denk ook dat dat zo is. Ik denk ook, ik heb er meer verdriet van dat ik mijn kinderen verdriet doe dan dat ik zelf ziek ben. Ja. Ja. En ik merk heel erg dat mensen heel erg aan mij altijd vragen, of aan Hendrik vragen, hoe gaat het nou met Maaike? Hoe gaat het met haar? Maar nooit vragen, hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met jou? En dat vind ik dan soms ook wel eens lastig, omdat hij alles, hij doet alles. Hij zorgt in die periode dat alles draaiende blijft houden. Dus hij doet het huishouden, de zorg voor de kinderen, de zorg voor mij heel erg. En niemand vraagt eigenlijk aan, is echt benieuwd hoe het met hem gaat vaak, maar alleen maar hoe het met mij gaat. En dat vind ik dan soms ook wel eens,
ja, dan vind ik, hij mag eigenlijk gewoon veel meer lof verdienen daarvoor. Weet je wel? Hij doet eigenlijk heel veel. Dat zul jij waarschijnlijk ook herkennen. Mm-hmm. En dan komt daar gewoon vanuit de buitenwereld. En dat is logisch, want iedereen denkt, ik ben ziek. Dus alle aandacht gaat dan ook naar mij. Maar eigenlijk zou de aandacht ook naar de rest van het gezin moeten gaan. Vooral naar Hendrik. Ja. Ja. We gaan er iemand bij halen. Ter introductie, de partner van onze volgende gast leefde ook in bonustijd. Erik schuift aan. Hij was getrouwd met Eveline uit het 6e seizoen van Over Mijn Lijk. Zij kreeg van de artsen te horen dat ze niet meer lang te leven had. En begon toen echt met het afwerken van haar bucketlist. Misschien herinner je dat nog. Nou, toen ze die lijst eenmaal had afgewerkt en klaar was om te sterven, ging het ineens beter met haar. En dat was weer mentaal zo'n klap dat ze in een depressie belandde. We gaan even luisteren naar Eveline. Allereerst wil ik iedereen bedanken dat jullie vanavond hier aanwezig zijn. Wij zoeken, zoals jullie weten, altijd een reden om een feestje te vieren. We hebben een uitzonderlijk mooi jaar gehad. We hebben mooie feestjes gehad. We hebben ontzettend mooie, inspirerende reizen gehad. We zijn bij een parenclub geweest. Maar hoe mooi laatste jaar, of de laatste jaren eigenlijk, ook geweest zijn. Jullie weten dat hier, in ieder geval voor mij, in dit leven er binnenkort een keer een einde aan gaat komen. Dus voor velen zal dit helaas, gezien mijn gezondheid, wel een afscheidsfeest zijn. In die zin afscheid van mijn feestende gedeelte van mijn leven. Maar ja, dat gaan we vanavond heel erg goed doen, dus dat lijkt me gewoon een puik idee, toch? Ja. Januari 2015 vierde Eveline samen met familie en vrienden feest op dezelfde locatie waar ze ook haar uitvaart wil houden. Ze voelde dat ze niet lang meer te leven had en was klaar om te gaan. En dan is alles wat ik eigenlijk heb willen doen of willen regelen, Dat is gebeurd. En ik, dan hoop ik dat het voor mij daarna snel mag gaan. Waar Eveline zo klaar voor was, gebeurt niet. In haar geval is het lichaam sterker dan de geest, want ze blijft leven. Dat lijkt op zich goed nieuws, maar Eveline was zo klaar om te sterven dat de extra maanden haar in verwarring brengen en ze steeds minder kan genieten. Het gaat mentaal gewoon helemaal niet goed, zwaar. Ik heb veel moeite met het omgang met het leven eigenlijk. Klaar van met de dood. Ja, want even heel stom gezegd, eigenlijk zou je al lang dood zijn. Ja. Ja, dat hadden we wel gedacht, hè? Ja. Erik, welkom. Ja, dankjewel. Ja, Eveline is in 2016 overleden. Dat is 8 jaar geleden. Zeven jaar geleden. Hoe gaat het nu met je? Met mij gaat het goed. Ja. Ja, kan ik al stellen. Ik heb eigenlijk mijn leven helemaal weer opgepakt. Hele lieve vriendin. Twee kindjes, twee meisjes. Lou en Pam, 2 en 4. Dus het leven lacht mij toe. Ja, ja. Nou, wat fijn. Dankjewel. Om te horen. Ja, zeker. Om te horen. Ja. Dat verhaal van die bonustijd, dat was bij haar echt heel helder. Zo klaar zijn klontje. Afscheidsfeest. Ja, en, klopt. Toen ze zegt het ook, hè, dan mag het in principe, is het lijstje afgewerkt, mag het snel voorbij zijn. Zeker. Dat kwam maar niet. Hoe lang heeft dat geduurd? Ze kreeg de diagnose dat ze nog een jaar had eind 2013. Dus toen heeft ze eigenlijk alles in 2014 willen stoppen. Ja. En ook gedaan. En dus het was eigenlijk de verwachting dat ze eigenlijk ergens begin 2015 zou komen te overlijden. Ja. Dat is ook het fragment, zeg maar, het afscheidsfeest. En uiteindelijk is ze pas september 2016 overleden. Ja, dus dat is echt een ruime anderhalf jaar. Zeker, ja. Wat vond zij lastig aan die anderhalf jaar? Zij had de dood geaccepteerd. En ze moest eigenlijk, omdat ze dus niet dood ging, het leven weer accepteren. En dat maakt het vooral, ik heel herkenbaar wat ik hier net ook al hoorde. Zij was zo bezig met daar naartoe leven, dat ze eigenlijk toen dat niet kwam, moest ze zeg maar eigenlijk het leven op gaan pakken. En met alle beperkingen die ze had, ze had een tumor onder in haar rug zitten, dus ze ging steeds slechter lopen. Ze kon steeds minder, maar ondertussen werd eigenlijk wel van haar verwacht dat ze gewoon meedraaide in het leven, omdat ze niet doodging. Ja. En dat lukte gewoon niet. Omdat ze was gewoon helemaal opgebrand eigenlijk. Ja. Omdat ze alles in het jaar had gestopt waarin ze dacht, hierin moet het gebeuren. Ja. Ja.
Is dat een beetje in grote lijnen wat jij herkent hier? Zeg? Ja, ik moest eigenlijk wel bijna huilen net toen ik haar hoorde. Omdat ik het gewoon echt heel erg herken. En ik het ook heel zielig vind. Omdat ik weet hoe het voelt, denk ik. Ja, ik vind het gewoon heel erg dat ze dat heeft moeten doormaken aan het eind. Mm-hmm. Omdat ik nu pas, omdat ik dan gelukkig wel mocht blijven, zeg maar, weet dat het ook anders kan. Maar ik snap het heel goed. Ja, sorry hoor. Nee, is niet erg. Ja. Ja. Dus daarom, toen ik straks inderdaad het verhaal hoorde, dacht ik, ja, dat is heel herkenbaar. Zeker, als je dan... jullie zeiden al, we noemen het geen bonustijd. Ik bedoel, zij kreeg dat jaar. Dat was voor haar eigenlijk de bonustijd. Maar alles wat daarna kwam, dat ervaren zij dus niet als die bonustijd. Dat was eigenlijk gewoon, dramatische tijd gewoon. Ja. Ik denk dat het ook, zeg maar, als je het horen krijgt, je moet jezelf helemaal... je moet alles van jezelf geven om over zo'n diagnose heen te komen. Alles, zeg maar, van wie je bent tot al je emoties. Dus dat vraagt zoveel van je. En als je dat dan allemaal geeft en vervolgens gebeurt er iets anders, dat vraagt weer heel veel van je. En dat is echt, zeg maar, heel moeilijk. Ik vroeg net aan Jip en Maaike natuurlijk van, joh, voel je wel eens een last voor je omgeving in specifiek die bonustijd? Hoe ervaar jij dat? Of heb jij dat ervaren toenertijd als partner? Of zij voor mij een last was? Nou, misschien is dat ook de vraag, ja. Zij was voor mij geen last. Het was mijn partner. Uiteindelijk werd het mijn vrouw. Dus ik deed daar gewoon alles voor. Ja. Ja. Dus voor mij was het geen last. Met name ook omdat ik had geen fysieke beperkingen. Met haar ging het natuurlijk heel slecht. Ja. Met mij niet. Nee. Dus ik heb dat niet zo ervaren. Nee. Hoe heb jij het wel ervaren? Uiteindelijk wel als iets heel moois. Kijk, zij had relatief snel een soort van acceptatie. Zij was uiteindelijk natuurlijk, omdat zij degene was die het onderging, was zij 10-20 stappen verder dan de rest. En ook, zeker als mij. Maar zij nam mij natuurlijk wel helemaal mee. Ja. Dus uiteindelijk vond ik het heel krachtig, heel sterk. Kon ik daar natuurlijk ook wel heel veel uithalen. Uiteindelijk krijg je dan, zeg maar, gewoon een partner die dan nog een jaar krijgt en dan zegt, nou, dan ga ik er vol voor. Dan stop ik daar, zeg maar, gewoon alles in. Ja. Ik heb er dat jaar ook weinig gezien, moet ik zeggen. Ja? Nou, hij is 14 keer wezen reizen, waarvan ik er niet... Oh, ja. Ja, ze is natuurlijk heel veel weg geweest om maar alles in dat jaar te kunnen stoppen. Ja. Ja. En toen werd dat... nog verlengd met meer dan anderhalf jaar. Wat een gekke situatie lijkt me dat. Ja, lijkt me ook heel gek. Ja, was het zeker. Ja, maar goed, aan de andere kant, dat is natuurlijk ook het gekke. Hè? Als ze je een jaar geven, is dat vanaf het moment dat je daar in de kamer zit met die dokter, of moet je die maand als het begin, waar start het en waar houdt dat jaar op? Dus, heeft ze niet voor euthanasie gekozen? Eerder dan, zeg maar, om dat niet die hele anderhalf jaar uit te zitten? Ja, omdat ze in het begin, ben je nog steeds gewoon, zie je het als een verlenging. Dus dan weet je, ik weet ook niet precies wanneer het punt is gekomen dat ze zegt van, ja, dan moet ik weer doorgaan leven. Want in het begin ben je nog steeds gewoon eigenlijk... Oh ja, ik snap het. Je wacht gewoon. Ja, je zit echt in een wachtstand. Ja, je weet dat ook niet dan al dat het nog anderhalf jaar gaat duren. Nee, als ze dat toen op een briefje had gegeven, dan had ze daar waarschijnlijk wel veel duidelijker een keuze in kunnen maken. Ja. Dit werd van een week, werd het een maand, werd het twee maanden. En was er ook een soort hoop van, kom maar goed dan nog of zo, als het stagneert, weet jij veel? Nee, want dat wilden ze ook niet. Nee, ze wilden niet meer dat het goed kwam. Ze wilden juist inderdaad dat ze doodging. Maar hoe is die tijd voor jou dan geweest, joh? Ja, lastig. En aan de andere kant, wat ik al zeg, wij hebben daar zo'n mooie intensieve gesprekken over. Hoe het onder andere bijvoorbeeld ook de deelname aan dit programma. Ja. Ja, dan ga je op zo'n andere manier ga je met elkaar gewoon in gesprek over de dood. En over hoe zij daar dan mee omgaat, hoe ik daarmee omging. Met name ook door het programma werden vragen gesteld die wij elkaar al lang niet meer stelden. Want je bent als partners zo goed op elkaar ingespeeld. Dus dan is het ook wel mooi als er mensen van buiten afkomen. Ja. Hey, maar op zo'n moment, in die 5 jaar eigenlijk, maar zeker in die laatste fase, kan jij ook niet naar voren kijken voor jouzelf in jouw leven. Dus je hebt een leven samen, zij heeft haar leven, maar jij kan ook niks opbouwen op zo'n moment. Klopt. Hoe is dat dan?
Ja, nou ja, je leeft gewoon, je accepteert gewoon de situatie. Ja, hoe oud was je toen? Even kijken, 6, 4, 5. Toen ze de diagnose kreeg of toen ze stierf? Toen ze de diagnose kreeg? Toen was ik net 30. Ja, precies. Ja, en dan is ze een jaar of 5. Ja, ik was 35, 34. Ja. Maar dat is ook een fase in je leven waar je stappen wil gaan maken. Volgens mij heb je dat ook gedaan, toch? Een huis... Ik heb een huis, we wilden graag een huis kopen. Ja, dat heb ik uiteindelijk ook inderdaad gewoon met haar nog gedaan. Ja. Maar voor de rest ben je daar eigenlijk, dat zet je gewoon aan de kant. Alles draait toch gewoon om het proces van het ziek zijn. Maar dan stagneert je leven ook ergens eventjes. Ja, maar tegelijkertijd brengt het dus ook heel veel mooie dingen. Ja. Dus het is niet zo voor mijn gevoel dat mijn leven heeft stilgestaan. Ik denk wel dat je in zo'n fase inderdaad, dan maken mensen normaal gesproken keuzes. Ja. Kinderen eventueel, inderdaad huizen kopen, dingen die je wil doen. Ja, daar hebben wij hele mooie gesprekken over gevoerd. Alleen het was ook wel heel duidelijk van die keuze, dat gaan wij nu niet doen. Nee. Nee. Welke rol speelt Eveline nog in jouw leven nu? Zij heeft me uiteindelijk gemaakt tot wie ik nu ben. Dus, hoe merk je dat? Nou, kijk, door heel het proces wat wij samen hebben doorgemaakt, daardoor ben ik wel anders naar het leven gaan kijken. Zij heeft mij heel veel dingen bijgebracht. Sowieso door de manier waarop zij natuurlijk met haar ziek zijn omging, maar ook gewoon met het leven vieren. Dus daar pluk ik nog wel iedere dag de vruchten van. Hoe dan? Nou, door dat ook te doen. Ja. En door vooral gewoon het leven als iets heel leuks te zien. Ja. En en dat kan heel klein zijn, dat kan heel makkelijk zijn. Ja. Het hoeft niet allemaal met grote uitbundige feesten en 40 keer op reis. Maar gewoon door wel het leven is gewoon heel leuk. Ja. Ja. Dat sluit aan bij een vraag van de kijker als het gaat over hoe leuk het leven is. En aan Maaike en Jip, hoe houd je je leven eigenlijk licht nu? Ja, ik denk dat ik dan nog steeds bij mijn strategie blijf. En dat ik gewoon doorgaan. Maar misschien voel ik dan wel minder. En is het helemaal niet... blijkt straks dat ik het echt helemaal niet goed heb aangepakt. Maar ja, ik heb dus geen handleiding hiervoor. Hè? Nee. Dus ik heb geen idee. Was je er maar. Ik doe ook maar wat. Ja. Ja. Maar het werkt. En dan denk ik, dan is het wel goed. Hoe doe jij dat? Ik denk dat ik qua persoonlijkheid al een beetje anders ben. Ik ben volgens mij van nature een beetje melancholisch. Maar daar zie ik ook wel de waarde van in. Dat je zeg maar ook schoonheid kan zien in pijn of zo. Of in verdriet of in duisternis. Nu klink ik echt heel zwaar. Maar ik denk dat het wel in me zit of zo. Op de een of andere manier, dat is vaak wat mij inspireert. Dat houdt me ook levend of zo, of alert of zo. Als alles maar gewoon gemakkelijk gaat, dan zou ik misschien ook minder scherpe randjes hebben, ook op de goede vlakken of zo. Jij houdt van die pieken. Ja, eigenlijk wel. Misschien is dat, ik denk het wel. En en ik probeer ook gewoon dingen te doen die me blijven uitdagen. Dus voor mij is dat bijvoorbeeld heel vaak in koud water gaan zwemmen of reizen maken was het altijd. En wat ook echt belangrijk is voor mij is onder normale mensen blijven. Dus mensen die, hoe bedoel je normaal? Bedoel je mensen die dus niet ziek zijn? Ja, dus niet lotgenootjes of zo. Oh ja, oh zo. Dat oh, nee? Juist helemaal niet, voor mij niet. Dat is niet voor mij wat werk, zeg maar. Deze podcast is voor jou is niet helemaal... natuurlijk dat niet. Maar ik bedoel meer gewoon juist wegblijven, zoveel mogelijk wegblijven van ziekenhuis en oh ja. Alles wat dan gewoon mee dat te dat maken uit het heeft. Zicht is. Dat ja. Dat het niet onderdeel van je decor is. Ja, maar ook gewoon... ik heb bijvoorbeeld... Ik ben heel lang bezig geweest met hoe kan ik alles doen om de kanker te elimineren. Dus door voeding en supplementen en al die dingen. Maar dat wordt het ook, dat ziek zijn wordt dan ook weer een deel van je leven. Dus ik vind dat het heel belangrijk is om daar ook een balans in te zoeken. Ja. Zo, snap je? Dat je niet alleen maar daarmee bezig gaat zijn. Ja. En als ik met vriendinnen afspreek, ga ik het echt niet hebben over hoe het met mijn kanker staat of zo. Dat ga ik niet gewoon... Nee. Snap je? Ik denk, iedereen heeft zijn eigen tactiek voor. Want dat kop in zand zeg, I wish I could do that sometimes. No way, it's gonna happen. Mevrouw Nijhuis, die wil weten van jou, Erik, heb je nog contact met de familie van Eveline? Zeker, ja. Ja, ik heb heel goed contact nog met haar ouders, met haar broertje.
zoals ik al zei, we hebben twee kindjes gekregen. Nou, haar ouders zijn een bonus opa en oma voor mijn kinderen. Ja. Ja, dus wij zien die nog regelmatig. Ja. Leuk. Ja, zeker. Klinkt warm. Ja, dat is het ook zeker. Ja. Ja. Mensen willen dat vaak weten, hoe de familielijnen lopen. Ja, iemand vraagt dus ook maar, Loes, als jullie envelop zouden krijgen met de duur van de bonustijd, zijn we open? Maar het antwoord is geloof ik nee, hè? Nee. Dus, wat hebben we nou geleerd in dit gesprek? Als het gaat over de bonustijd en wat dat doet met een bestaan. Een vloek of een zegen? Ik vraag nog één keer. Jij zegt een zegen. Zegen. Mm-hmm. In het moment was het wel, ik bedoel, is het natuurlijk, heeft wel hele mooie dingen gebracht. Ja. Oké, dat dan toch wel. Absoluut, okay. Zeker. Ja. Toch fijn om dat nog even te horen. Nee, zeker waar. Mag ik jullie danken voor de komst. Zeker. Vond het fijn met jullie weer even bij te praten. Thuis, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dan praat ik met Yegor van dit seizoen en Roy uit vorig seizoen over de keuze voor ouderschap als je ongeneeslijk ziek bent. Waarom zou je dat eigenlijk doen en hoe werkt dat eigenlijk? Tot de volgende keer.